We zitten zoals 5 dagen per week 's ochtends in de auto. En Eli vraagt ineens aan mij: hoe komt het nou toch dat ik ineens iedere keer dit nummer hoor? Want vorige week had ik het met India over dit nummer. En nu lijkt het alsof hij overal op de radio is. En dat is nou precies hoe jij jouw realiteit dus ook vormgeeft. Want omdat hij het met zijn zusje over dat liedje heeft gehad, heeft hij een soort van een zaadje of zo in zijn brein geplant. En het reticulair activatiesysteem die iedereen in zijn brein heeft, die gaat dus zijn omgeving scannen. En iedere keer als er een liedje opkomt in dit geval, wat matcht bij wat er leeft in zijn hoofd en lichaam, geeft dat reticulair activatiesysteem een signaaltje af, in dit geval naar Eli, van hey, opletten. Waardoor het lijkt alsof je het liedje heel vaak hoort. Waarschijnlijk komt dat liedje net zo vaak op de radio als anders. Alleen omdat hij het er met zijn zusje over heeft gehad, valt het hem meer op. Omdat zijn brein er gewoon nu meer op gefocust is. En dat is dus ook met jou. Zo creëer jij dus ook jouw realiteit. Want wat zijn nu de verhalen die jij de hele dag tegen jezelf vertelt? Nou, gemiddeld genomen heeft een persoon zo ongeveer 70.000 gedachten per dag. En het merendeel is ook negatief. En als jij dus continu negatieve gedachten hebt en je bent ondernemer en waarom heb ik toch geen klanten? Waarom ben ik niet zichtbaar genoeg? Niemand ziet mij. En daar maak jij jouw eigen verhaal van. Dus in plaats van dat jij denkt bij jezelf, ik heb nog geen klanten, omdat het nog even moet landen bij mijn potentiële klanten. Ze willen er nog even over nadenken. Of je vertelt jezelf het verhaal: ik heb nog geen klanten, want ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet waard. Zie je wel, mensen zien mij niet. Nou ja, goed, je kent het, hè? Het half vol. Mijn glas is half vol, mijn glas is half leeg. En op welke, waar jij je op focust, dus op het is er nog niet, het is onderweg. Of focus je op het is er niet, zie je wel, ik kan het niet. En al die verhalen die daarbij komen kijken. Dat gaat je reticulair activatiesysteem dus ook in jouw omgeving scannen. De zie je wel momentjes. Wat jij tegen jezelf vertelt, daar zie jij de zie je wel momentjes van. En wil jij het zie je wel momentje dat klanten je wel gaan vinden en dat ze er dus nog even over na moesten denken? Of wil jij het zie je wel momentje voor jezelf creëren dat je dus inderdaad niet waard bent, of nou, ik geloof dat overigens niet, dat je het niet waard bent, maar jij praat en denkt jouw realiteit in bestaan, door de nadruk die jij op bepaalde dingen legt, doordat jij gefocust bent, of Eli in dit geval gefocust was op dat liedje en daar aandacht aan heeft gegeven, ziet hij dat terug, in dit geval hoort hij dat terug in zijn realiteit. En zo is het dus ook met jou, want jij bent waar jouw aandacht is. Dus waar jouw aandacht naar uitgaat, dat zie je terug in jouw realiteit. En dat is niet alleen met ondernemen zo, dat is met gezondheid, met relatie, met eigenlijk alles. Want jouw gedachten creëren jouw realiteit. Nou, daar heb ik ongetwijfeld al een keer een blog over geschreven. Ik zal er ook nog een keer een YouTube-video over opnemen. Maar je gedachten zijn zo ontzettend waardevol. En op die manier kun jij dus ook meer klanten aantrekken door bijvoorbeeld anders te gaan denken. Want alles is energie. En als je weet hoe je daarmee kunt gaan werken, wordt het klanten aantrekken, of niet zozeer aantrekken, want je trekt niks aan. Ze zijn er al, dat liedje is er al. Alleen je maakt het als het ware zichtbaar voor jezelf. Nou goed, hoe je dat kunt doen, leer je in mijn gratis e-book. Hoe je dus met quantum fysica meer klanten aan kunt trekken. Dus hoe je met jouw energie een klantmagneet wordt. De link vind je overigens onder deze video. Het is heel gratis overigens. Maar ik hoop dat ik jou bewust kan maken van het feit dat jij geen slachtoffer bent van wat om jou heen gebeurt. Maar jij creëert jouw realiteit zelf, door de verhalen die jij jezelf vertelt, als gevolg dat jouw brein zich op een bepaalde manier programmeert, waardoor jij de dingen ziet, de zie je wel momentjes, in jouw realiteit. Dus aan jou de keus welke zie je wel momentjes je wil vinden. Of ja, welke zie je wel momentjes je wil zien. En ik schat zo in
Dat natuurlijk alle positieve zie je wel momentjes zijn. En nu kun je natuurlijk jezelf allerlei verhalen gaan vertellen over hoe succesvol je bent en hoeveel klanten er voor jou in de rij staan. Maar als je het niet kunt voelen, dan doet het nog niks. Dan maak je het voor jezelf nog niet zichtbaar. Dus mijn tip aan jou zou dan zijn om daar een tussenstapje in te maken. Hoe voelt een vrouw zich die iedere dag een stapje dichterbij haar overvloed aan klanten komt? Hoe voelt een vrouw zich die iedere dag een stapje dichterbij of meer en meer zichzelf wordt? Hoe voelt een vrouw zich die iedere dag meer en meer van zichzelf houdt? Dus je begrijpt dat het, als het een te groot verhaal is wat je jezelf wil vertellen, omdat je het nog niet kunt voelen, maak er dan iets van wat je wel kunt voelen, maar wat al wel een stapje in de goede richting is. En ook dan zul je dat gaan zien, dus zie je wel momentjes en zul je morgen of volgende week of volgende maand iets zien dat je denkt, zie je wel, ik ben het waard om meer klanten te ontvangen. Of zie je wel, de klanten beginnen zich al op te lijnen. Of zie je wel, ik begin iedere dag een beetje meer van mezelf te houden. Nou goed, weet dus, jouw verhalen, jouw gedachten, de dingen die je tegen jezelf vertelt, creëren jouw realiteit. Omdat je brein gewoon jouw omgeving gaat scannen naar alles wat matcht bij wat jij over jezelf denkt en zegt. Nou, nogmaals, je kunt een gratis e-book hieronder aanvragen. Dus hoe je klanten kunt aantrekken met kwantumfysica. Dus hoe je met jouw energie een klantmagneet wordt. En dan wens ik je nu een hele fijne dag.